nu tijd voor de bijdrage van toetsendocent Frans Verburg. Die heeft in zijn jeugdige enthousiasme 16 partijen aangeleverd. En daar zitten een paar bijzonder fraaie tussen. Frans heeft als toetsenist uiteraard de beschikking over allerlei topgeluiden. Dus hij heeft geen MIDI aangeleverd, maar audio. Eerst maar even een korte uitleg van Frans zelf. Voor het nummer van Ben heb ik een combinatie gemaakt van hardware- en software-instrumenten. De software-instrumenten die ik heb gebruikt zijn van Keyscape, een klavinet en een Hammond. Die heb ik bij Kontakt zitten. Die speel ik met mijn Nordstage, maar ik gebruik dus daar niet de geluiden van. Die gebruik ik slechts als een MIDI-keyboard. Qua hardware synthesizers heb ik nog de Juno 60 gebruikt. Dat is deze. En de Minimoog. Dat is die daar. Twee partijtjes die ik wel heel leuk geluk vind zijn ritmische akkoordenpartijen. Een klavinet en een orgel. Als je die stereo zet, vullen ze elkaar in het stereobeeld enorm leuk aan. Luister maar. Ik had ook al zo'n stereograpje uitgehaald met mijn gitaarpartijen. En als je dat allemaal bij elkaar zet, wordt het helemaal leuk. Verder heeft Frans nog een paar thema's gespeeld die het geheel ook naar een hoger plan tillen en voor wat leven in de brouwerij zorgen. Het doodsimpele basisidee steeds weer in een leuk en interessant nummer.